Het is maandag, tijd om terug te blikken op de Grand Prix van Imola. Deze keer doen we dit met Renger van der Zanden. Allereerst Renger, dank dat je tijd voor ons vrijmaakt. Om Max Verstappen te quoten, het was a very lovely Sunday. Heb jij ook genoten van deze race? Ja, ik heb genoten van de race. Ik lag zelf wel met griep op de bank. Dus ik had alle tijd om alles goed te kijken vanaf het begin tot het eind. Maar ja, het was een geweldige race. Imola is altijd spektakel, oude baan. Het is daar smal, dus je kan altijd klappers verwachten en goede inhaalacties die niet voor de hand liggen. Dus ja, ik vond het ook een lovely Sunday. Goed om te horen. Laten we even beginnen bij de start. In aanloop naar de race had het natuurlijk flink geregend. Dan is de verwachting meestal, er komt spektakel. Hè? Het ging ook snel mis. Foutje van Ricciardo en Sainz kwam in de grindbak terecht. Wel een pijnlijk weekend voor hem, denk ik zo. Hè? Zeg maar voor het oog van die tifosi. Ja, bizar. En de tweede op rij voor een Sainz. Maar ook in de kwalificatie dat hij hem al de muur in hoekt. Echt volledig zijn eigen fout. Ja. En hier kon hij dan niks aan doen. Maar hij zit gewoon in de hoek waar de klappen vallen. Hè? En uiteindelijk in Melbourne verkloot hij het zelf. Loste hij het wat mij betreft ook niet goed op. Hij had gewoon, Magnussen deed later ook. Op dezelfde manier stuurde hij rechtdoor. Maar ook in de kwalificatie, weet je. Hij zat gewoon makkelijk in de top 10. En waarom ga je dan in Q2 zoveel risico nemen? Ja, dat is gewoon onnodig. Dus dat is ook een stukje risico afwegen en zorgen dat je op het goede moment piekt. En dat deed hij niet. Maar in de race moet ik heel eerlijk zeggen, dat was alles behalve Sainz schuld. Ricciardo die bounced gewoon iets van de curb af. Het was natuurlijk glad, dus die stuurt zo bij Sainz naar binnen. En dan was het verkeken, stond hij in het grind. Je noemde het zelf al, hè? DNF in Australië, die kwalificatiecrash. En dan uiteindelijk weer een DNF hier in Imola. Op zich begon zijn weekend goed met die aankondiging van zijn contractverlenging voor Ferrari. Goede zet van het team, denk je? Ja, sowieso. Ze hebben twee toppers in het team. En weet je, misschien dat het ook wel een soort van uiting is voor van Sainz om toch alles te geven of te zorgen dat hij die nummer 1 positie krijgt. En ik denk dat hij gewoon na moet gaan denken of hij niet wat rustiger aan moet doen in plaats van heel hard pushen. Het is een topper, Leclerc is een topper. Ze hebben een goede auto, dus het is een heel sterke combinatie. Ze moeten de rust nog een beetje vinden. Je zag ook Leclerc in de race natuurlijk een fout. Sainz die de ene fout naar de andere fout maakt. Dus ergens zit er altijd bij de Italiaanse teams een soort van opgefoktheid. Waardoor ze stomme fouten maken. En dat is dan soms bij de coureurs, maar soms is het ook bij het team. En dat moet er nog een beetje uit. Denk je dat het ook te maken heeft met het thuispubliek natuurlijk? Want het is extra speciaal. Italië, al die tifosi weer terug. Want hiervoor was er natuurlijk geen publiek in Imola. Ja, zeker. Weet je, het is te druk. Maar het is ook, we hebben de snelste auto, dus het moet nu gebeuren. Ja, en dan zie je die coureurs net een tandje extra bijzetten. En dan staat de tribune helemaal vol met rode petjes. Ja, dan staat de druk erop. Maar dat mag voor een Formule 1-coureur eigenlijk het verschil niet maken. En eigenlijk ook niet voor het team. Maar die Italianen, die hebben altijd wat extra's als het publiek op de banken zit. En in dit geval pakten het niet goed uit. Maar ze hebben Monza nog, dus misschien dat ze daar kunnen laten zien dat ze voor thuispubliek kunnen gaan winnen. Precies, dan kunnen ze het nog goed maken. Juist, ja. En als we het dan over Leclerc hebben, inderdaad ook geen topweekend. In strijd met Perez om P2 kwam hij te ver over de curbstone, spinde die van de baan en vergooide die eigenlijk zijn podium. Uiteindelijk een hele kostbare fout. Denk jij dat hij echt te gretig, inderdaad te agressief was? Of snap je die aanvallende modus wel? Nou, ik zei het ook al bij Ziggo, waar ik natuurlijk vaak in de studio zit. En Leclerc is wat mij betreft een beetje een losse vlodder af en toe. En hij is absoluut wereldkampioen materiaal. Maar hij heeft toch wel af en toe, en zo loopt hij ook rond over de paddock. Je ziet hem altijd een beetje zo, soort van achter de feiten aanlopen. Hè? Van, ik ben weer daar te laat, even rennen. Je ziet altijd dat soort beelden van hem. En hij doet eigenlijk maar wat. Maar hij is zo ontzettend snel en zo gedreven ook om te winnen. En dan gaat hij voor een tweede positie waar hij eigenlijk zijn kansen op een podium weggooit. En hij stuurde gewoon veel te ver over die curb. Hij stuurde hem eigenlijk verkeerd aan, waardoor die auto helemaal in de lucht kwam. Ja, dan ben je passagier. Dus wat mij betreft, ik denk dat hij ook moet dan gaan nadenken. Dus samen met Sainz in het schoolbankje voor psychologie in de autosport. Hoe je jezelf onder de knie krijgt om gewoon de rust te bewaren wanneer het moet. Ja, en ja, als we dan even kijken naar Red Bull, was natuurlijk één groot feest. De eerste 1-2 voor teams sinds de GP van Maleisië in 2016. Wat denk jij? Zijn ze na die moeizame start en alle betrouwbaarheidsproblemen weer helemaal terug? Ja, dat kan ik echt niet beoordelen vanuit mijn stoel hier in Amsterdam. ik denk dat Red Bull gewoon er bovenop zit. Het is een kampioenschaps
winnend team. Ze weten wat het betekent om kampioenschappen te winnen, hoe ze een betrouwbare auto moeten maken. En ze hebben een paar fouten gemaakt. En als je in het team mag geloven, dan hebben ze dat opgelost. Max, die zag ik ook een interview geven waarbij hij een paar vragen stelde. Zo van, ja, ze zeggen tegen mij dat het opgelost is. Laten we het hopen. En dat hoop ik ook. Ik gun het dus van harte dat ze een betrouwbare auto hebben. Dat ze die Ferraris kunnen gaan aanvallen. En op die manier een mooie strijd gaan zien aan de voorkant van het veld. Ja, laten we het inderdaad hopen. Sowieso maximale punten voor Max dit weekend. 34 in totaal. Meer had hij nog nooit kunnen scoren. In de strijd om het WK staat hij dan nu op P2. Terwijl veel fans naar Australië dachten, hè, nou, die kans op de wereldtitel, die is al verkeken. Wat zijn jouw verwachtingen voor de titelstrijd dit jaar? Ja, ik zit zelf een beetje in hetzelfde schuitje. Ik heb twee hele slechte wedstrijden gehad en de derde gewonnen. Als je races wint, dan spring je in het kampioenschap naar voren. En dat is precies wat hij moet doen. Dus weet je, moet je nu al over het kampioenschap gaan nadenken? Ik denk dat het nog lang niet voorbij is. Leclerc zie je fouten maken. Misschien dat er een keer een betrouwbaarheidsdingetje bij Ferrari komt. Het enige is, je kan je niet veel fouten veroorloven. Je moet aan de ene kant aanvallen, zorgen dat je races wint. Aan de andere kant mag er ook niet veel gebeuren. En dat is natuurlijk een heel fine line, hè? Maar ik denk dat ze een goede kans hebben. Je ziet hoeveel punten sprong je in één keer kan maken. Hij staat nu tweede in het kampioenschap. Dus niks aan de hand wat dat betreft. Ze gaan het gevecht echt wel aan met die Ferraris. Ja. En als we dan even kijken naar Perez, die heeft natuurlijk ook hele goede zaken gedaan voor Red Bull Racing. In totaal heeft het team 58 van de 59 beschikbare punten binnengehaald. Hij staat nu op P3 in de WK-stand. Zie je hem nog meevechten in de titelstrijd dit jaar? Nou, je zag wel duidelijk dat Verstappen wegreed en Perez gewoon achterbleef. Dus qua snelheid komt hij gewoon tekort op Max. Maar hij is wel een hele constante factor in dat team. Dus eigenlijk denk ik dat Max geen betere teamgenoot had kunnen wensen. En ik denk dat hij daarmee heel veel voordeel pakt. En zeker als hij er zo vlak achter zit en Leclerc een beetje onder... Ja, hij dwingde misschien Leclerc eigenlijk wel in een fout... Ja. Doordat Leclerc zo vlak achter Perez reed. Dus dat spel kunnen ze nu gaan spelen met een Perez. En dat kon met een Albon niet. En de andere teamgenoten kwamen er ook niet aan. Die waren vooral aan het struggelen met hun eigen mentale situatie. Waardoor ze Max niet konden helpen. En Perez kan dat wel. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. En dat Perez ook een topper van de coureur is. Het is geen Max, maar hij is zeer waardevol. Doet wat hij moet doen. Hij doet wat hij moet doen. Naast Ferrari was het ook voor Mercedes een weekend om, ik denk snel te vergeten. Voor het eerst sinds 2012 wisten beide coureurs niet Q3 in de kwalificatie te halen. In de race eindigde Russell natuurlijk nog wel op P4. Dus op zich, schade heeft hij wel goed weten te beperken. Wat vind jij van zijn prestaties tot nu toe voor Mercedes? Ja, kijk, hij is gebrand, hij is gemotiveerd. Ook al heeft hij een slechtere auto dan dat hij verwacht had. Hij heeft nog steeds een betere auto dan waar hij in zat. Die Williams. Het is natuurlijk een inkoppertje. Iedereen roept hetzelfde. Die zeggen allemaal van ja, hij is gewend om met een shitbox te rijden. En daarom gaat hij nu ook met een Mercedes, wat dan nu een shitbox is, gaat hij hard. En een Hamilton die vraagt gewoon net zo lang door tot hij een goede auto heeft. Ik denk dat Hamilton op de Tour zit. Ik ga die auto ontwikkelen. En dat Russell gaat vooral proberen een nummer 1 positie in het team te verwerven. Maar... Ja, wij hebben ook dit jaar in de Cadillac hebben wij voor het eerst 2 auto's in 1 team. En dat is een enorm voordeel. Vorig jaar hadden we maar 1 auto. En je kan nu 2 dingen proberen. Hè? Dus de ene auto gaat op die setup naar buiten. Bijvoorbeeld een zachte. De andere gaat naar de stijve setup en rijdt naar buiten in de vrije training. En dan kijk je wat het beste werkt. Nou, anders heb je 2 vrije trainingen nodig om dat te proberen. Dus ook wat zij doen. Hè? Misschien dat ik hoorde op televisie zeggen dat de een met een meer vleugel rijdt. Meer downforce rijdt, ja, dan precies. Die andere. Ja. En op het moment dat een test is tijdens de race, dan geef je eigenlijk die race op voor een Hamilton. Dus intern weten ze wel hoe het zit. Een Hamilton kan kampioenschappen winnen. Hij heeft er 7 gewonnen. Hij kan niet van over een winter in één keer zijn talent kwijt zijn. Een Russell doet het absoluut goed, maar die is ook gebrand. En misschien had hij de beste setup op de auto. Dus ik denk dat je niet te vroeg moet juichen voor een Russell. Ik denk als Hamilton het knopje ik ga nu heel hard rijden aanzet, dan gaat hij echt heel hard. Daar hoef je echt geen zorgen over te maken. Alleen die auto heeft hij wel nodig en die auto is op dit moment niet goed. Ja, want op zich, als je kijkt naar de statistieken, in 3 van de 4 races eindigde Hamilton nu achter Russell. Gisteren ook, hè, hij startte P14. Door een tijdstraf van Ocon finishte hij uiteindelijk alsnog op P13. Maar werd wel op een ronde gezet door Verstappen. Dus ja, wat denk jij vanuit jouw oogpunt als coureur? Weet je, in hoeverre doet dit wat met hem? Nou, weet je, hij is natuurlijk...
bijna 10 jaar op rij in een succesvolle positie geweest, omdat hij de snelste auto had. En je ziet nu ook wat het verschil maakt, dat vind ik het interessante aan dit verhaal, als een wereldkampioen, hè, die kan echt hard rijden, kan races winnen, maar je hebt wel een goede auto nodig om dat te doen. Dat had hij afgelopen jaren. Nu heeft hij geen goede auto en dan rijdt hij ook rond een Gasly en andere coureurs, die ook gewoon heel goed zijn. Weet je, met een mindere auto kun je als coureur een beetje compenseren. Hè? Door wat later te remmen, door wat risico te nemen, waardoor je meer van je banden vraagt en misschien een beetje kan pieken. Ik zie Kevin Magnussen ook doen, die heeft gewoon een redelijke auto, maar geen topauto. Ja, die gaat dan goed voor een paar rondjes en daarna kakt hij in, omdat hij gewoon zoveel van die auto in die banden moet vragen. Dus het is interessant dat een hele goede coureur in een slechte auto is ook nergens. Dus het is de combinatie tussen de twee, maar... Uiteindelijk als die een goede auto, en ga er maar vanuit dat Mercedes heel hard aan het werk is nu, als die weer een goede auto hebben, dan hebben we een hele mooie strijd. Hè? Want dan is het Ferrari, Mercedes en Red Bull die voor de overwinning kunnen gaan strijden. Dus ik hoop dat ze het snel op de rit krijgen. Kampioenschap zal misschien lastig worden, want ze staan behoorlijk achter met Hamilton. Misschien kan hij een keer tweede viool gaan spelen voor Russell, omdat hij er wat beter voor staat in de punten. Ik vond het ook wel opvallend. Na afloop van de race hoorde je Toto Wolff zeggen over de boordradio. Ja, sorry Hamilton, we hebben je een onbestuurbare auto gegeven. En Hamilton zei zelf ook al, nou, die kans op de titel die is sowieso verkeken. Heb jij het idee dat ze nu nog het tij kunnen keren dit seizoen? Nou ja, ik denk wat ik net ook al zei. Ze hebben 2 setups om te proberen op de auto. En ze gaan dan verschillende updates proberen om te kijken of ze die auto aan de praat kunnen krijgen. Maar dat purposen, dat een Hamilton of een Russell zei dat hij geen lucht meer kreeg omdat hij zo hard tegen de vloer aan het bouncen was. Dat voordat je dat eruit hebt, kan je geen enkele auto afstellen. Dus ik denk dat ze wel wat werk aan de winkel hebben. Maar dat ze zeker niet stilzitten en dat ze een hoop gaan proberen. Maar of ze het op de rit krijgen, ik denk dat ze een heel eind gaan komen dit jaar. Ze gaan echt niet stilzitten en ze blijven echt niet rijden waar ze nu rijden. Als we kijken naar McLaren, een race met denk ik toch wel gemengde gevoelens. Hè? Norris die pakt een podium, eerste van het jaar. Daniel Ricciardo, die wist ook na het incident met Sainz niet te verbeteren. Die eindigde als allerlaatste. Denk je dat ze puur geluk hadden in deze omstandigheden, zeg maar, hè, voor Norris? Of hebben ze wel echt stappen gezet? Nou ja, geluk moet je een beetje hebben. Dus een Russell had ook geluk dat een Leclerc wegviel en daardoor vierde werd. En Norris precies hetzelfde natuurlijk. Die reed hem gewoon voorbij omdat hij in de muur stond. Dus daarom heeft hij een podium gepakt. Maar dat geluk moet je hebben. En zeker op dit soort banen, hè, waar het makkelijk is om een fout te maken en die worden ook hard afgestraft, moet je vooral zelf geen fouten maken. En dat heeft Norris heel goed gedaan. En Ricciardo niet. Maar die auto is nog niet snel om echt voor de podiumposities mee te doen. Dus dan moeten ze van dit soort dagen hebben dat de anderen fouten maken. Maar weet je, er zit daar gewoon een heel goede leiding bij. Die Seidel die heeft het echt wel onder controle. Die heeft met Porsche ook heel veel in de LMP1-auto's gewonnen. Earl Bamber, mijn teamgenootje in de Cadillac, die heeft ook echt mooie verhalen over hoe Seidel het aanpakte en waarom ze zo succesvol waren met hem aan het roer. En dat zie je bij McLaren terugkomen. Het team is gemotiveerd, de rijders staan op scherp. Hè? En waar we het net over hadden, een Ferrari die eigenlijk de rijders een beetje een soort van chaos meegeeft, de baan opstuurt. Dat zie je bij McLaren juist andersom. Er zit een soort rust in en dat komt door zo'n Seidel. Dus dat is leuk om te zien. Ja. En dan ook even over de DRS. Opvallend laat werd die geactiveerd in de race. Achteraf was er ook best wel wat discussie over. Sommige coureurs die hadden zoiets van, ja, waarom komt het zo laat? Anderen die begrepen de beslissing van de wedstrijdleiding wel. Als jij nou mocht kiezen, wat zou je dan doen? Eerder DRS activeren en wellicht meer risico nemen qua veiligheid, of toch de beslissing van de wedstrijdleiding volgen? Nou, het is heel simpel. Als coureur en je rijdt achter iemand, dan wil je gewoon die achtervleugel lopen, want dan kan je er voorbij. En dan maakt het even qua veiligheid allemaal niet zoveel meer uit. Maar je zag vorig jaar met een Bottas en een Russell die een enorme klapper hadden in bij het ingaan van de eerste bocht in Imola. Dat kwam omdat hij op het nat kwam. En omdat zijn DRS open stond. Ja, op de achterkant weg en een hele grote klapper. En dat wilden ze natuurlijk niet nog een keer zien. En wat dat betreft is het goed, zeker met die budget caps. Die teams zitten al op de limiet van de budgets. Daar kunnen ze eigenlijk niet veel schade meer bij hebben. Maar uiteindelijk weet je, wat ik zeg als coureur, als je in die auto zit, denk je heel anders dan een wedstrijdleider. Ik denk dat de wedstrijdleider een goede keuze heeft gemaakt daar. Ja. En denk je dat Red Bull ook nog een 1-2 had gehaald als ze eerder de DRS hadden geactiveerd? Ja, dat is een goeie. Toen hij helemaal geactiveerd werd kwam Leclerc er ook niet overheen. Hè?
Dus ik denk dat Leclerc een beetje een slechte... de banden slijten op de Ferrari wat harder dan op de Red Bull, leek het. Dus misschien inderdaad in het begin dat een Leclerc er dan wel overheen was gekomen. Omdat hij net iets meer piek kon halen uit die band. Maar ja, geen idee. Is niet gebeurd. Nee, dat hebben we net niet gezien. Kijkend naar de rest van het veld. Als eerste Bottas. Die werd echt vorstelijk onthaald in de motorhome van Alfa Romeo. Hij zette George Russell nog flink onder druk in de slotfase. Wat heeft die switch voor hem gedaan, denk je, van Mercedes naar Alfa Romeo? Ja, voordat hij naar Mercedes ging, ging Bottas natuurlijk ook als raket. En hij is niet voor niks naar Mercedes gegaan, omdat hij opviel. Maar toen de druk erop kwam en toch wel de druk van een kampioenschap, de druk van een wereldkampioen moeten verslaan. Een coureur, een teamgenoot als Hamilton, die gewoon altijd op de limiet zit, om die te verslaan, ja, dat deed niks goed met hem. He, dus daar bezweek Bottas eigenlijk een beetje om. En je ziet nu dat hij vrij is. Hij is gewoon lekker aan het genieten in zijn jaar, in zijn nadagen. Maar volgens mij werkt hij er wel heel erg hard voor nog. En dan zie je dat hij gewoon dat hij weer opkomt. En dat is leuk om te zien en tof voor een Alfa. En een slimme zet van Alfa om hem binnen te halen. Dus wat dat betreft goede najaren voor Bottas. Verder, Aston Martin. Ze hadden als enige team nog geen punten gescoord dit seizoen. Nou, Vettel naar P8, Stroll naar P10. En Vettel zei er zelf over, nou, dit voelt, die P8 voelt als een overwinning. Is dat nou gek om te horen uit de mond van een viervoudig wereldkampioen? Of ja, wat denk je erover? Ik ben een beetje klaar met Vettel. Die moeten ze gewoon aan de kant zetten. Nieuw jong bloed erin zetten. Er zijn genoeg jonge, snelle coureurs, betere coureurs dan een Vettel op dit moment is. En wat hij in het verleden heeft behaald is geen garantie voor wat hij nu kan. Hij was toen heel goed. Hij had ook de beste auto toen. Hè? Dan ga je ook weer. Heb je twee dingen nodig. Een goede auto en een goede coureur. Ik denk als hij in een goede auto rijdt, dat hij ook van voren rijdt. Maar in een slechte auto komt hij er niet uit. En dat zie je wel vaker bij coureurs. Sommige coureurs die kunnen eigenlijk alleen maar hard rijden als hun auto ook gewoon heel goed is. En een Russell, hè? Het goede voorbeeld, wat een Vettel niet heeft, heeft een Russell wel. Die kan eigenlijk in elke auto wel vooruitkomen en dan rijdt hij hard. Dus dat is het verschil. Ik ben een beetje klaar voor nieuw talent in het stoeltje van Vettel. En ik zou me niet verbazen als hij dat zelf ook denkt. Oké, nou we gaan het zien. Tijd zal het leren. En dan nog even je oud teamgenoot, Kevin Magnussen. Die had ook een goed weekend. Scoorde voor Haas zowel punten in de sprintrace als in de hoofdrace. Wat vind jij van zijn comeback in de Formule 1? Ja, geweldig. Weet je, Kevin die is een hele goede vriend van me geworden afgelopen jaar. Dus we zitten ook te appen tijdens het weekend. En ik appte hem tijdens de race van het is toch ongelooflijk dat je nu met een Ferrari aan het vechten bent in die eerste paar rondes. En dus zo ziet hij dat zelf ook. Je ziet hem gewoon genieten. Het leuke is voor Kevin dat hij de Formule 1 eigenlijk een beetje moest verlaten. Toen is hij bij ons in de Cadillac komen rijden en kon hij echt genieten van het racen. We gingen naar mooie wedstrijden door de hele Amerika heen. En toen pas kon hij eigenlijk een beetje terugkijken naar zijn Formule 1 carrière. En je ziet gewoon dat hij heeft natuurlijk een heel hard mazzel. Dat die Haas gewoon nu als een raket gaat. Hè? Ik bedoel, hij heeft een goede motor achterin liggen. Dus hij heeft goede topspeed. Hij kan vechten voor posities en hij kan zelfs punten halen. Hij valt gewoon met zijn neus in de boter. Dus het is gewoon genieten. Hij heeft wel geroepen in het verleden, hè? Als ze me nog een keer vragen om in de Formule 1 te rijden, om achteraan te rijden, dan doe ik het niet. Maar het is een heel ander verhaal. Hij kan gewoon voor de podiums bijna vechten. Dus hij heeft een mooie tijd. Tot slot, de volgende Grand Prix is natuurlijk in Miami. Amerika is voor jou geen onbekend terrein. Wat zijn jouw verwachtingen van die race en dan met name de organisatie eromheen? Ja, ik hoorde, mijn manager zit helemaal in de Paddle Club tickets en dat soort dingen rondom de Formule 1. En die zegt dat het nog best wel chaos is in Miami. Alles is al maanden uitverkocht. Het wordt een spectaculair evenement. Ik bedoel, al die Amerikanen zijn gek op Miami. En dan wordt zo'n spektakel, het is daar dikke zonnebrillen en mooie vrouwen en alles erbij om het een hele grote show te maken. En je gaat nu echt het huzarenstukje stukje van... Van de Amerikaanse showbusiness komt voorbij natuurlijk in Miami. En dat, als dan de Formule 1 daarheen komt, wordt dat nog een stukje extra. Dus ik denk dat we vooral als een soort Monaco gaan genieten van van de show. Wat Formule 1 ook naar Miami brengt en Miami naar Formule 1. Dus het wordt lachen en ik denk dat de baan, weet je... Ik hou van straatcircuits als de muur dichtbij is. Als je een foutje maakt, ga je de muur in. De iets gevaarlijkere circuits, denk ik dat die mooi zijn. Dat zal deze baan niet zijn.
Dus dat is jammer. Ik denk dat we vooral gaan genieten van wat er omheen gebeurt. En op de baan moeten we afwachten hoe het gaat worden. Daar kan ik eigenlijk weinig over zeggen. Ja, precies. En je gaat zelf natuurlijk ook naar Amerika dit weekend. Je gaat nog iets doen met Le Mans. Wat kun je vertellen over je plannen de komende tijd? Ja, donderdag vlieg ik naar Laguna Seca. Dat is een van mijn favoriete banen. Ik heb daar natuurlijk ooit zo'n hele vette actie gedaan in de Corkscrew. Waardoor ik echt een sprong maakte in het IMSA-kampioenschap naar de hoogste zitjes. Ik rijd nu met Cadillac. Ik ben de langstzittende Cadillac-coureur in de klasse waarin we rijden. Dus dat is heel tof. Maar wat ook tof is, ik heb een goede teamgenoot, Sebastian Bourdais. Wat ik zei, in het kampioenschap staan we nog niet zo goed voor, maar in Long Beach winnen we. Dus als we blijven winnen, dan maken we een goede kans. Le Mans inderdaad. Ik heb een zitje voor Le Mans. Ik kan er alleen nog weinig over zeggen wat en hoe en dat soort dingen. 2023 gaan we met de Cadillac ook naar Le Mans. Dus we gaan de ontwikkeling van de LMDH-auto, van de Cadillac LMDH-auto, begint nu, rond deze periode. Dus dat wordt heel spannend en is ook heel leuk om als coureur betrokken bij te raken. Om zo'n auto vanuit niets. In De Lara, hier in Italië, wordt die gebouwd. Ga ik binnenkort stoeltje maken. Ga ik die auto voor het eerst ontmoeten, om het zomaar te zeggen. En gaan we beginnen met testen. En het doel is natuurlijk wel om volgend jaar in Le Mans te gaan winnen. Dus het is heel goed om dit jaar ook weer in Le Mans te zijn. En gevoel te houden met de regels van het WEC en de ACO. Nou, heel veel succes. Komend weekend in ieder geval. En de rest natuurlijk. Dankjewel voor je tijd. En tot de volgende. Helemaal goed, jongens.